Op het eerste gezicht zou je nooit raden dat het dorpje van Ivoire enkele uitzonderlijke plekken heeft, zoals een prachtig kasteelhotel, een hypotherapeutisch centrum en zelfs een vliegveld. De stallen van Ivoire, bekend voor de paardrijlessen en stages, bieden tevens hypotherapie-sessies aan. Aantal kilometer verder vind je het majestueuze Château de la Poste. Dit hotel beschikt over 42 kamers en daarnaast over iets ongewoner. Een boomhut en een loftcube in zijn bosrijke park. Vergaderzalen zijn ook beschikbaar. En tot slot het vliegveld van Mayan. Afspraakplaats voor ULM-liefhebbers ligt er ook niet ver vandaan.